Yo, what up? Welkom terug bij Shadow of Mordor op mijn channel. Ik heb een dikke vette planning aan het begin van deze episode 9 van deze game. We hebben namelijk best wel wat War Chiefs neergehaald en ja, was leuk. Was gewoon lekker. Echt enorm veel actie meegemaakt, zeg maar. Dus het was en grof en we hebben het best snel gedaan. En ja, het was gewoon leuk. Punt uit. En nou zijn er dus twee type main missions die over zijn gebleven. Ik zal het even kort laten zien. Eentje heeft te maken met Gollum. Dat is het kleine mannetje. Die Schmeagol guy. En de missie heet Shattered Memories. Dus dat kunnen we doen. En dan hebben we ook eentje helemaal linksbovenin van de map. En dat heeft met de slaven te maken. Die Outcast missie heet het, geloof ik. Maar als we er eenmaal zijn, zal het vast wel duidelijk worden. Daarnaast ga ik eventjes eerst in dit gebied aan de slag met de kleine subtiele missietjes die er zijn. Er is namelijk daar één sidequest. Dat is een witte sidequest. Heeft te maken met daggers. Ga je dan nog naar de map, dan heb je hier ook een witte sidequest voor het zwaard. En voor beide zullen we trophies krijgen. Dus dat is ook een beetje wat ik wil gaan doen. Dus wat we denk ik gaan doen is sidequest, artifact. We hebben hier nog zo'n rune die we kunnen oppakken van een captain die ik heb neergehaald. Dus eigenlijk best wel wat te doen. Dus laten we gewoon lekker beginnen. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze episode. En de support even gaan showen. Door te liken. En laten we snel verder gaan met de game. Episode 9. Let's go. Show me your Jezus, waarom zo boos? Ja, niet dat het erg is, maar hij was wel heel boos. Lekker sterven, jongens. There goes another one. Thought that captain would last longer than a real ass one. Should have known better. Oké, wat we nu simpelweg gaan doen is eventjes dit artifact en dan de sidequest van de dagger. Hopelijk krijgen we een trophy voor de sidequest van de dagger, dat weet ik niet zeker. Maar voor het zwaard weet ik het wel zeker. Dus dat is best wel tof om te doen eigenlijk. Dus een beetje sneaken nog. Wat is het? Ja, het duurt wel heel lang als je dat allemaal moet gaan beluisteren, dus dat doen we ook inderdaad niet. Laten we in ieder geval deze witte missie beginnen. Yes, we stood on top of the Black Gate, looking into Mordor, seeing nothing. We were asleep. The murderous rhythm of the Dark Lord's war machines will awaken all. We must break them. Deadly Whisper. Benieuwd. Kijk, het gaat over de dagger. Ah. Just
someone sneaking about. Of course. You die all the time. Must have stolen someone's grog. Nou, sowieso ben ik nu wel ontdekt, dus de bonus heb ik niet gekregen. Dat is ook niet echt een ramp. Oh, wow. Fuck, dat was niet de bedoeling. Ik wilde hem eerst attracten, man. Yo, what the hell? Best way to hunt the catacombs from afar. What was that? Hoppakeetje. Oké, dit zal dan waarschijnlijk de laatste kill worden. Oké, nou, dat is gelukt. Tof. Ja, ik krijg gewoon heel veel XP hiervoor, dus dat is nice. Blijkbaar had ik dit al een keer gedaan. Zeg maar dat ik al eens eerder een dagger missie heb gedaan. Wist ik niet. Of ik ben het gewoon vergeten. Maar dat maakt het niet uit. Want het gaat er nu om dat we het ook gaan doen met een zwaard. En daarvoor gaan we wel een trofee krijgen. Maar eerst even langs alle collectibles. Pikken we dat allemaal maar gewoon mee. Dikke prima. Oh, wauw. Paths of the Dead. Wat is dit voor trophy? Laten we even kijken. Wat hebben we gedaan? 25% van alle artifacts verzameld. Oké, dat is best easy, lijkt me. The towers will be up soon. Oh shit, check this. He's about to take the oath to become a ranger. He did not deserve such a... Hoeveel in één keer? Dat waren echt ziek veel kills in één keer. Oh, dik zakkie. Hier, daar echt super close is zeg maar die main mission, die golem missie. Dat gaan we niet doen. We gaan zeg maar nu naar dit symbool en dan gaan we naar het zwaard symbool. Best wel benieuwd daarna.
heb nog nooit een zwaardmissie gedaan. Oké, okay, het is boven in die toren. Gelukkig rende ik er met snelheid langs, anders komen ze ook achter mij aan, die kutbeesten. Karagors. Hé, wat is de bedoeling? Is het nou lager? Of juist hoger? Nee, het moet wel lager zijn. Hé, hey, daar is het. Oh, kut. Dat is niet de bedoeling. Kijk, hier is hij. Dat was nog even lastig. Het is wel gelukt en dan kunnen we in één keer door naar, ja, die area. Apart, we zijn best wel close. Het is in een grot volgens mij. Ik hoor zoveel orks doodgaan door die Karagors. Die beesten zijn echt zo boos. Pak het kruid. When you're on patrol around the hollow, make sure you look up just in case. Wait, I saw something around up high so they can strike their enemies from above. Yo, geen probleem. Ik ben benieuwd. Een zwaardmissie. Wat is de precieze bedoeling? Fight off the Uruk ambush. Kijk ze nou, wat de hel? Ja, hallo. Als ik er nou gewoon overheen blijf gaan. Kom er allemaal naar binnen, jongens. Kom er allemaal naar binnen, super gezellig. Het mooie is ook, ik haal een zwaardmissie met pijl en boog. Wat een sukkels. Ik haal gewoon echt een zwaardmissie met pijl en boog, omdat ik zoveel guys neerhaal. Een beetje vreemd eigenlijk dat dat kan, dat dat mogelijk is. Oh jee. Get him!
all together! Lekker nice. Oké, nou nu we dit allemaal hebben gedaan, is hier alleen nog één artifact in de buurt. Vind ik prima om die even op te pakken. En dan gaan we naar de story mission. De story mission van Schmiegel. Oh, dit vinden ze ook niet tof. Someone's sneaking about. Sound it out now. Oké, tof. Ja, ik blokkeerde hem toevallig net, dus ik kan hem gewoon wegsneaken hier. Dat is wel perfect. We've given the outcast a chance to escape Mordor, to reach the safety of Gondor. And we can draw the eye of our enemy. As long as we can hold his gaze, we can buy time for Middle-earth. Pleeg gewoon zelfmoord. Eens even kijken. We gaan de markering dus nu neerzetten op deze story mission. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Daar is het helemaal. Daar gaan we lekker heen. Yes, we zijn er bijna. Naar de missie. Shattered memories. Ben benieuwd. Desecrate one more body and your corpse will join them. Take us.
But what? Nou, dat is ook een mooie manier op zich. Ja, what the fuck? Ik killde hem toevallig net. Nou, voor onzin. Go to the skies when you're on patrol. Just in case the great walker jumping down on you. We should have extra warriors guarding our grog. Not to stop poo. Drinking, but to stop the stinking tar from blowing it up. Nou, kom dan. Ik heb het helemaal veilig gemaakt, man. Je kan al lang volgen. Kom maar. Master takes us to the precious. We shows him, and he rewards us. We need bright master. To show us the way, but Master guide us will help us. Kill him. What the fuck is hij allemaal aan het doen? Hij schiet even op, man. Duurt lang. Allemaal van die explosive barrels. Waardoor ik het idee heb dat straks, als ik die vision artifact heb gevonden, dat er dan waarschijnlijk waves van enemies komen ofzo. Your friend seems quick to lead us to danger. Knowledge of my past is worth any trial. Yo, waar de fuck gaat het heen? Is dit het? Dit is het. Aha. But where is the penny?
little thief! Come here! Tell him! Release him. Why do we chase these dreams? They offer no answers, only more questions! These are not mere dreams. With each vision, my power grows stronger. Ranger should go now. Very dangerous here. We wait at the ancient tower for him. What the fuck? Ghouls! Eens even kijken. Wat staat hier? When your hit streak is charged, press square plus X to use Wraith Flash. Wat is dat? Wow. What the fuck hebben we dan? Boom! Jezus! Dat was veel te episch. Wegwezen hier. Oh, wauw! Het was de bedoeling om ze daadwerkelijk te verslaan. Ik dacht dat ik gewoon met een hunting challenge bezig was en weg moest. Ja hoor. Ging net zo episch. Dat was zo vet. Wauw man, geweldig. That halfling golem will betray us to the Black Hand the first chance he gets. He has no love for the Dark Lord. That creature has a part to play in the fate of all Middle Earth. I can feel it. Dit was echt gruwelijk. Ik ga de part eindigen door deze missie te doen, jongens. The Eye of Vengeance. Zo'n boogmissie. Hoppakeetje! And we did it. Yeah.
Vet hoor. Hey guys, thanks voor het kijken naar deze episode. Dit was episode 9 van Shadow of Mordor op mijn channel. De game blijkt maar epischer en epischer te worden qua actie of zo, want ik heb nu weer een nieuwe tactiek en vechttechniek geleerd. En daarnaast is de story best interessant, werkt de combat fantastisch en voel ik me sterker en sterker in de game. Tot de volgende aflevering in ieder geval, waar we verder gaan met de andere main missions. Thanks voor het kijken naar episode 9 en tot 10. Later guys.